De faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit wil de gemeenschap beter informeren over diverse aspecten van onze geschiedenis. De bijdrage van Surinamers aan het geheel is heel belangrijk. Samen met de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie is er gisteren een lezing gehouden over Alice Bhagwandee Singh. Historicus en politicoloog Baitoram Ramharak, die de inleider was, haalde aan dat Alice Bhagwandee, gehuwd Singh, de eerste Hindoestaanse vrouw uit het Caribisch gebied is die een autobiografie heeft geschreven. Alice was dochter van de hoofdtolk Sital Persat, die de oprichter was van de Surinaamse immigrantenvereniging SIF en wie de eerste leider van de Hindoestanen kan worden genoemd in Suriname. Alice heeft samen met haar man een pioniersrol vervuld in de ontwikkeling van de Hindoestaanse gemeenschap in Guyana. Ze hield zich onder meer bezig met sociale en culturele activiteiten. Alice was een unieke vrouw die een korte biografie heeft geschreven, waarin interessante informatie staat over het leven in Suriname, in het algemeen en in Paramaribo, in het bijzonder kort na 1900. De inleider Ramharak is momenteel bezig met een biografie over Alice Bhagwandee Singh. De faculteit der Humaniora wil meer bekendheid geven aan de geschiedenis die van belang is voor de Surinaamse gemeenschap.